Niet alleen de verf, maar vooral de liefde hangt in de lucht, in de palissade in Leerdam. Willem heeft wel een jaar lang achter Treinie aan moeten lopen, maar uiteindelijk heeft hij de buit binnen. Nu zijn ze dolverliefd. Maar of hij ook mee op lijndance gaat, dat moet nog blijken. Bij schilder Thijs liep het juist allemaal wat sneller, want binnen een jaar vond hij niet alleen de liefde, maar werd hij zelfs al vader. Wat een geluk! Maar soms is liefde ook loslaten. Als je ongeneeslijk ziek bent en niet meer verder wil. Liefde. Het mooiste en het moeilijkste dat er is. Ja, ik ben verkeerd. De deur staat al open. Goedemorgen. Goedemorgen. Treinie. Hallo, Treinie. Kom verder. Het ging verkeerd met de bel. Het is koud. Het ging verkeerd met de bel? Ja. Ja, ik druk te veel op de verkeerde. Nee. Maar ik zag ze wel eens lopen. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat. Ja. Toen heb ik ze gewoon een keer aangesproken. Ja. Ik schrok. Ik zei samen een keer uit eten gaan. Ja. Ik was ook alleen. Dat was bij de MCD. Maar toen schrok ze zo hard dat ik een jaar gewacht heb. Hij zei tegen mij, jij kwam wel eens bij het Vennetje. Dat was een café, dat was met mijn tweede man. Hij zei, ja, want daar heb ik jou wel eens gezien. Zullen we een keertje samen gaan? Want ik ging ook nooit meer naar de kroeg. Natuurlijk alleen doe je niet als vrouw, hè. Dan gaan we een keertje samen. Ik zei, nee. Ik heb veel te druk. Ik kan maken dat ik wegkwam. Ja, dat ging allemaal vrij snel. Na een jaar een huis gekocht. Hetzelfde jaar in verwachting geraakt. Eerste kindje. Tijdje rust, tweede kindje. Ja. Getrouwd vorig jaar. Wilde jij trouwen? Wilde zij trouwen? Wilden jullie allebei? Allebei. Ja. Nee, ik wilde niet trouwen, maar zij wel. Ja, ik ben licht gedwongen, maar ik vond het wel leuk. Dat bedoel ik. Oké, okay, goed. Ze hebben hier een beetje een accenttegel. Dan krijg je deze tegel. En dan kunt u kiezen voor een accentrand. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Die wel, die niet, geloof ik. Want ik hoor niet goed. Ze werken alle drie. Ja. Hebben ze een termijn gegeven van levensduur? Hoe lang mocht dat? Nee, dat zeggen ze niet. Het was uitgezaaid, het was onderscheid geweest. En toen zei die uroloog, ja, je hebt uitgezaaide prostaatkanker naar de bekken. Nou, en toen zegt hij, er is niks aan te doen. Nou ja, ik zei, nou jammer dan, ik heb toch de leeftijd zo'n beetje, dus dat moet dan maar. Maar wat vindt u ervan dat hij ongeneeslijk ziek is? Ja, maar zij heeft ook wat hoor, zij heeft ook aan de darmen. Ja, en ik heb spierreumen. Maar wat ik blijf altijd lachen. Ja. U zegt het vrij nuchter. Makkelijk, hè? Of genuchter inderdaad, van als meneer er niet meer is, dan wilt u verhuizen. Bent u er al op voorbereid dan, meneer? Je bent er op voorbereid eigenlijk, maar ja, toch denken we er vaak niet aan. Nee, je leeft gewoon voort, hè? Want vanmorgen dacht ik, nou, we moeten eerst de papieren bij elkaar gaan zoeken, van de, wat je wil en zo, want ja. Bent u bang voor de dood? Nee, absoluut niet. Liever morgen, vandaag nog dan morgen. Ja. Ja, het is niet anders. Ik ben zat, joh. Ik heb niks meer aan mijn leven. Wat moet ik dan nog? Ik kan ergens heen. Ik kan geen auto meer rijden. Ik kan net een straatje rondlopen en dan ben ik kapot op. Wat voor werk deed ik? Ik werkte tot voor kort bij Kleurrijk Woonbaar. Ik zie wel een grote glimlach op uw gezicht, dus u kijkt er goed op terug. Ik kijk er heel goed op terug. Hoe lang hebben jullie iets? 2 jaar. Ah, u bent echt nog verliefd. Hoe heet ze? Ellie. Oh, ik moet even nadenken. Ellie. Wat leuk. Oh, geweldig om te zien hoe u schuilt. Ja. Nee, dus nogmaals. Je ziet, er wordt hard gewerkt en het komt helemaal goed. Ik zit ook blijdansen. Zij kan hoor, ik ken niet zo wel. Tasca. Oh, daar zit ik al 20 jaar, denk ik wel. Oh, blijdansen. Dat is vanavond weer. Vanavond. Kan je eens iets voordoen? Want de stap is gewoon... Ik heb nog een ingewikkeld vondje. Ja. De eerste kus heeft een jaar geduurd hoor, voordat ik ze het eerst vroeg. Toen hebben we een jaar. Het is daar wel even geduurd hoor, de eerste keer. En toen nou, op een gegeven moment toen zei ik tegen jou: nou, je mag wel een bakje koffie bij mij komen drinken. Toen ben je meegegaan. Ja, toen ben ik bijna niet meer weg geweest. Nou, dat was het eerst al. Maar wat voor rare beelden zag u wel eens dan? Ja, ik weet het niet. Ik heb al eens keer gehad dat ik in bed lag en ineens 3 figuren ineens nagestaan. We moeten die hier.
En toen kwam ik in één keer bij van, het is gewoon donker, het is gewoon een waanidee. Ik geloof nergens in, maar toch in één keer krijg je een schok door je lichaam heen. Ik krijg nou tieten. Schrik jij gewoon. Ja. Dat was pijnscheuter ook. Ik schrik allemaal toen in één keer een hele felle pijnscheuter. Ja, zo, maar dan schrik jij gewoon. Dat er iemand een spijker in je lijf houdt. Zo maar in één keer. Dat kon je voelt niet aankomen en ineens vloeps. Je beleeft het in één keer die ontzettende pijn. Ja. Ja, dat kan vandaan. Zo, maar iets te lezen bijvoorbeeld, of iets te kijken en... Au! Schrik jij, wezenloos.